Welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik heb een andere camera en die pakt een groter stuk van mijn werkbank mee. Wat betekent dat ik meer moet gaan opruimen. Vandaag dus voor het eerst met deze camera. Ik heb al wel gemerkt dat het geluid wat anders is. En wat ik ga doen vandaag is... Ik heb hier mijn Pico Mat 54. Laat ik me eens even bijpakken. De kap in ieder geval. Deze. Deze heb ik meegereden. In de kerstvideo. Toen bleek dat de verlichting. Zijn verlichting niet wilde werken. En nou eens gaan uitzoeken waarom dat het was. Ik heb hem opengemaakt. Ik heb zelfs de verlichting losgehaald van de kap. Ondanks dat ik weet dat het best lastig is om die weer terug te krijgen op zijn plek. Ik heb de bekabeling losgehaald die naar de connector gaat. En ik heb hier een kabel gestript. Zodat ik kan doormeten. Want ik merkte met wat testen dat... de witte maakt gewoon heeft gewoon contact. Kijken. Zo. Hier helemaal op dit uiteinde wit en hier doe ik het nu goed. Wit, ja, contact. Blauw. Daartegen. Loopt van hier door de connector hier langs, geen contact. Hier naartoe ook geen contact. Maar even zoeken. Waar heb ik hem? Hier beneden had ik wel contact. Nou, ik heb op de pinnetjes zelf getest. En dat ging goed. Maar nu... Kijk, ze hebben ook even geen verbinding. Van alles door lopen meten. En ook geel. Die is moeilijker te testen, maar ik had het idee dat hij het ook niet deed. En wat blijkt, ik heb hem dus nu vrij ver zo staan. Deze connectoren hebben 5 pinnen. De middelste is de witte. Zeg ik het goed? Ja, de middelste is de witte. Die werkt. Aan de ene kant zit geel, aan de andere kant zit blauw. Maar blauw zit aan deze kant op pin 2 en aan deze kant op pin 1. Die maken dus nooit verbinding. Ik weet dat ik hem aan deze kant vervangen heb. En blijkbaar heeft Pico mij iets opgestuurd wat niet werkt met de connector die aan deze kant zit. Dus wat ik wil gaan doen is een bruggetje leggen tussen... Pin 1 en 2 en tussen pin 4 en 5. Zodat op alle buitenste pinnen hier de stroom komt te staan voor blauw en voor geel in dit geval. Zodat alles weer goed doorverbonden is. Nou, om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb dus al de bekabeling hier bovenop losgemaakt. Kijken of ik hem een beetje losser krijg. Want ik heb een beetje speling nodig. Kom. Hupsakee. Dit is de originele. Hier ga ik even niets mee doen. En dit is degene die vervangen is. Die ga ik even... Kom op jongen. Ik heb al een keer eerder natuurlijk hier aangezeten. Goed, ik heb hem eruit. Dat duurde even.
Vandaar ook de plotselinge knipactie. Want 10 minuten naar dit gevoel luisteren, dat is niks. Blauw komt dus nu uit op de middelste pin. Op die andere is dat de buitenste. En geel komt hier ook uit op de middelste pin. Op de tweede pin komt blauw uit. En geel komt uit op de vierde pin. En niet op de vijfde pin. Ik wil nu dat blauw ook op de pin 1 uitkomt. En geel ook uitkomt op pin nummer 5. Eens kijken of dat dit stukje... Ik denk niet dat ik er dit uitkrijg. Betekent... Dat gaat een gepriel worden. Ik ga met een klein stukje metaal hier die bruggen maken. Zodra als dat gelukt is, laat ik het zien. Ik gebruik waarschijnlijk pootjes van weerstanden die ik ingekort heb. Die hou ik hier altijd een beetje apart. Dat zijn goede stukjes om kleine stukjes mee te solderen. Zo. Ik heb de printplaat uit zijn houder gehaald. Dat kan doordat er een klein stukje plastic hier bovenop zit. En ik heb aan de onderkant... Kijk, waar zit mijn camera? Oh, ja, daar. Ik heb hier de twee buitenste pinnen aan beide kanten aan elkaar gezet met wat solderblop erop. Als het goed is, kan ik hem nu voorzichtig weer in de houder leggen. Ik heb eerst geprobeerd hem in het houdertje te solderen, maar dat is echt niet te doen. Zo. Toen ik eenmaal het stukje plastic gevonden had, wat er bovenop zat, wat ik los kon halen, werd mijn leven een stuk eenvoudiger. Nu deze. Nu hoop ik niet dat ik hem gesloopt heb. Deze zou erop moeten klikken en daarmee de connector, ja bingo, precies op zijn plek houden. Zo. En dan is het nu het moment van de waarheid, in ieder geval de theoretische waarheid. Even kijken, we hebben blauw. Blauw. Blauw zat op deze pin en zit nu ook op die pin. Prima. Geel. Kom. Geel zit op deze pin en ook op die pin. En ook wel belangrijk dat hij niet op andere pinnen zit. En wit zit nog steeds in het midden. Wit. Middelste pin. En ik heb geen rare kortsluiting naar andere pinnen toe. Mooi. Nu moeten die kabels hier zo langs. En dit moet allemaal weer die lok in. Daarvoor heb ik dat hele kleine veertje nodig. Zo. Zo. Ik ga alles vastzetten. Alle tape en zo weer terug. Alle elektronica weer terug. Even kijken hoe ik hem hierop moet solderen. En daarna testen met die andere bak en met de decoder. En het werkt. Blauw zit op blauw. Wit zit op wit. Geel zit op geel.
En hier zit geel op de rode sluitzijne. Hier zit geel op de frontzijne. Dus dat gaat allemaal vanzelf goed. Ik zat nog even kijken of ik die kabels moest wisselen. Maar nee dus. Ga ik nu forward. Zie je hier de rode sluitzijne branden. En hier even kijken hoe ik die kan laten zien. Ja, de witte frontzijne. En dat correspondeert ook met de rijrichting. Betekent, dank je Pico, hier zat dus net een andere connector. Het zou wel eens kunnen zijn dat ik er twee gekregen heb en dat ik dus deze ook had moeten vervangen. Heb ik toen dus niet gedaan en nu een les van geleerd. Ik ga het draad wegwerken, decoder vastzetten, kap erop. En de volgende keer dat deze rijdt over een jaar, dan hoop ik dat het op mijn nieuwe baan is. En dat hij het dan nog steeds doet. Bedankt voor het kijken. En graag tot een volgende keer. Subscribe en like. En tot ziens.